heb er een bloedhekel aan om een WW te krijgen. Ik zou veel liever een baan willen en elke dag keihard werken. Nou, uw timing kan niet beter. We hebben zojuist een prachtige nieuwe vacature binnengekregen. Ik pak hem er even bij. Hier heb ik hem. Een rijke oude man zoekt een bodyguard/chauffeur voor zijn prachtige 20-jarige nymfomane dochter. U moet haar in zijn Mercedes CLS naar haar modellenwerk brengen en rondrijden naar allerhande feesten en partijen. Hij zorgt voor al uw kleding en vanwege de lange uren worden ook uw maaltijden verzorgd in luxe restaurants met minimaal 2 sterren. Van u wordt daarnaast verwacht dat u haar tijdens haar vakanties naar exotische orde vergezelt. U krijgt gratis luxe ingerichte appartement boven de garage met 2 slaapkamers, sauna, jacuzzi, 70 inch plasmascherm en een goed gevulde koelkast. Startsalaris ongeveer 80.000 euro per jaar. Komt dan nog onkostenvergoeding bij en de Mercedes mag u ook buiten werktijd kosteloos gebruiken. U neemt in de zaak. Ja, maar u begon. Bij gemeenten echt ziet wat beleid kan doen en hoe je effecten kan hebben. En dat er ook steeds meer samengewerkt wordt met de inwoners. En als ik rondloop bij gemeentes, dan zie ik ook overal op de muren dat ze er heel erg mee bezig zijn. Dus ik denk per definitie dat als je bij een gemeente werkt, dat je gewoon heel snel ziet wat voor effect je werk heeft. Superleuk. Wat ik lastiger soms vond, is dat mensen wel één op één dingen wilden vertellen, koffies wilden drinken of wilden bellen, maar per mail commitment echt aan dingen geven, dat was altijd vaak lastig. Alsof er nou een soort angstcultuur was, ik weet niet precies waar die pijn zat, maar dat vond ik dan wel lastig om echt concreet soms tot afspraak te komen. Ja. En dat bemoeilijkte soms een samenwerking ook. Ja. En waar zie jij dan kansen voor de gemeente om dat te kunnen veranderen? Ik denk ook gewoon door te doen. En af en toe, kijk, je bent wel natuurlijk afhankelijk van belastinggeld en je moet verantwoording afleggen. Maar je mag soms ook een beetje touwtjes, denk ik, laten vieren en gewoon wel af en toe wat doen, zeg maar. In plaats van heel veel indekken of zo. Wat zou de gemeente moeten doen om jou uiteindelijk wel binnen te krijgen, om jou zover te krijgen dat jij uiteindelijk daar wel zou willen werken? Ja, nou, laten zien dat je dus... Dat het wel mogelijk is om voor een gemeente of voor een lokale overheid te werken zonder die 9 tot 5 cultuur, zonder dat. Volgens mij is, ja, past de gemeente nu best wel goed bij jonge mensen, ergens, bij millennials, omdat ze wel met maatschappelijke thema's bezig zijn. En iedereen wil stiekem toch wel liever een soort van een maatschappelijk thema oplossen dan meer flesjes cola afkopen. Dat was heel goed, alleen wat kut is bij de gemeente, is dat ze zo gewend zijn aan 100 uur ergens over vergaderen. En dan, als je punt niet op de agenda staat, dan komt het 6 weken later pas weer aan de beurt. Dus er is wel heel weinig ruimte voor gewoon een normaal jong mens zijn. Ja, hoe zouden ze die ruimte kunnen creëren, denk je? Ze zouden die ruimte voor jonge mensen beter kunnen creëren als ze eigenlijk als ze erkennen dat ze dat moeten. Dus dat de gemeente doorheeft dat ze kansen missen doordat ze niet aansluiten bij de ambities van jonge mensen. En niet alleen omdat je de ideeën van jonge mensen dan mist, maar omdat überhaupt de samenleving gewoon wat meer dynamisch is dan alleen maar de overheid. Mm-hmm. Dus als ze dat zouden willen verbeteren, dan moeten ze eerst erkennen dat het nodig is om daar tijd en geld in te stoppen. En daarna die tijd en geld beschikbaar stellen voor jonge mensen die ermee de ruimte krijgen om ideeën te ontwikkelen. Eigenlijk maken wij, zo spreken, een jong ambtenarenclubje die samen dingen kunnen ontwikkelen en stel daar geld en tijd voor beschikbaar. Ja. Of vertel bij wijze van spreken waarom het nodig is om elke 6 weken te vergaderen en met een hele vaste agenda, natuurlijk veel bureaucratie. Zodat je in ieder geval als jong mens dat je snapt waarom het zo langzaam is. Ja. Ik denk dat daar ook nog wel veel misgaat. Dat je denkt, het is niks van mij, want ze doen allemaal dingen en ik zie niet in waarom dat nodig is. Terwijl ze misschien best wel een reden voor zullen hebben om het zo bureaucratisch in te richten.